Dit boeket, dit prachtige roze boeket, is voor een groot fan van AZ. Dat is hij al zijn hele leven. Het is een jongen die zijn nek heeft uitgestoken en voor zijn gevoel is het uitgekomen. En kijk nou eens hoe Johan hierop reageert. Ze moeten zo'n flinke jongen worden. Dat is wat jouw gevoel erbij is. Je kan je niet voorstellen dat die jongens... Nee, maar kijk, we moeten nou eens ophouden met van dat het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit die kast te komen. Hè? Dat is niet zo moeilijk. Als je een beetje karakter hebt, dan kom je daar gewoon voor uit. Boven staan nu, zoals je ziet, op de plek waar jij zo vaak komt. Hè? Het mooiste stadion van Nederland, inderdaad. Echt waar? Zo zie je het ook. Kijk nou even zo. Dat is toch prachtig. Joh. Het is leeg zelfs mooi, vind je? Ja, Hoe lang ben je al fan? Sinds dat ik me kan herinneren dat ik voetbal ken, dat het bestaat, denk ik. Ja. En AZ heeft het vooral te maken met dat je dichtbij woonde? Ja, natuurlijk. Ik ben in Alkmaar opgegroeid. Ja, dat heeft het wel met te maken, hè? Ja, tuurlijk. Maar dat is toch met alles zo. Ja, Amsterdam had je Ajax geworden, misschien. Ja. Ja, dat is wel een beangstigende gedachte, ja, dat nog... maar je bent wel zo'n groot fan dat je het woord Ajax al helemaal moeilijk vindt om uit te spreken. Ja, heb ik ook van mijn vader meegekregen. Ja. Het liefst zeggen we 020 thuis, we proberen nu wat meer Ajax te zeggen. En zijn hier toch dingen waar je ook kwaad over gemaakt hebt? Wat er hier gebeurt? Wat er op de tribune geroepen wordt? Ja. Waar met name over? Ik maak me voornamelijk boos over dat er jochies van 12 en volwassen mannen en vrouwen zijn die het woord vieze homo in de mond nemen. En ik vind dat niet thuis hoort in een voetbalstadion. En ook niet langs de normale amateursporten, voetbalvelden, en welke sport dan ook. Het woord homo is een scheldwoord. Nee, tuurlijk. Ja. Het is niet dat er iets goeds gebeurt op het veld dat wordt gezegd, hey homo, goed gedaan. Het is altijd negatief eigenlijk. Net zo goed als bij een scheidsrechter, hondenlul of wat dan ook, dan wordt dat zo'n soort woord. En dat doet je pijn, maar daar heb je wel wat aan gedaan. Hè? Je hebt actie ondernomen, toch? Ja, ik heb toen een brief geschreven natuurlijk naar de KNVB, naar alle eredivisieclubs. Niet iedereen heeft erop gereageerd, sommige partijen wel, sommige partijen niet. En wat schreef je er ongeveer in die hele brief? Eigenlijk was het moraal van het verhaal was dat we er even iets meer over na moeten denken voordat we dat soort woorden in de mond leggen. Ook voor de andere kinderen die in het stadion zitten, die er misschien heel veel last van hebben dat ze op hetzelfde geslacht vallen. En ik vind het wel belangrijk dat we daar even wat meer over nadenken. En ik denk dat die boodschap ook wel... Natuurlijk, het probleem is niet verholpen, maar ik heb verhalen gehoord van mensen die nu zeggen van... Er wordt nu vieze hetero over het veld geroepen of wat dan ook. Weet je? Mensen denken er toch wat meer over na misschien. Dat is iets wat ik dan bereikt heb ermee. Ja, precies. Maar heb jij ook het idee dat in de voetbalwereld... Homo's zijn en daardoor niet uit de kast willen komen. Uit de kast is dat wat woord. Ja, dat is lastig. Dit ook niks. Ik zie ook zo'n IKEA-kast dan voor me, waar je uit de piep. Ja. Maar goed. Ik denk dat die er wel, dat die er zeker zijn. Het moet bijna wel. Maar ook bij AZ misschien, of niet? Of durf je dat niet te zeggen? Ik durf het niet te zeggen, nee. Maar heb jij het idee dat, Veronica Insight dat moeilijker maakt juist, dat ze daarover zo beginnen? Wat heeft het ermee te maken? Ja, het is een bepaalde onschuld ook, die er toch wel in zit bij met name dan Johan Derksen. En een soort van ontwetendheid. Hij heeft zich waarschijnlijk niet goed ingelezen dat het eigenlijk best wel een groot probleem is onder jongeren, maar ook onder volwassenen. Ja. Om daar nog voor uit te komen. En om dat dan weg te zetten als iets wat heel makkelijk is. En dat we ons niet meer zo selectief verontwaardigd moeten voelen. Ja, weet je, Johan, je bent een hartstikke prima kerel en je grapjes zijn af en toe hartstikke grappig. Maar probeer gewoon even na te denken over de dingen die je zegt en dat je de mensen niet mee kwetst. Ja, dat joh, kan ook. Ja, ja. Ja dat, het kan wel. Kan en toch is het heel raar, maar ook Gijpie heeft er een beetje last van. Hè? Hij zegt bijvoorbeeld, een grap over een homo moet kunnen. Ja, dat vind ik ook. Maar zijn er ook hele leuke homograppen? Want ik heb er niet eentje paraat. Maar... Ja, maar je moet uitkijken waar die grappen maakt. Nee, maar ik bedoel, het, eigenlijk... Ja, maar ik weet niet... Ik nee, weet maar niet maakt een homo ook homograppen ja, zelf? Ja, tuurlijk. Oh. Er is ook echt wel zelfspot. En weet je, dat maakt het leven ook wat makkelijker af en toe. Maar laten we ook gewoon vooral op de televisie even wat beter nadenken voordat we iets zeggen. Nou, dus dan wil ik eigenlijk... Dit mooie roze boeket aanbieden. Ja, helemaal mooi. En is het, heb je al meer bloemen gekregen? Nee, je bent de eerste man die mij ooit een bosje bloemen geeft. Dus dat is wel echt een eer. Nou, ik weet niet voor wie, maar... Ik vind het een eer dat ik met je gesproken heb, dat je zo eerlijk bent om dit aan de kaak te stellen. Dat je daar echt werk van hebt gemaakt. En misschien dat de jongens in de studio denken, nou, we moeten toch maar even minderen dan. Ja. Toch? Misschien. Misschien wel. Ik heb hoop.
Je hebt hoop. Ik heb hoop. Nou, alsjeblieft. Dat is je van harte gegund. Ja. Oké. En veel succes. Komt allemaal goed. Ja? Ja, okay. Ja, bedankt. Terug naar de studio.